Hoe sluit je een motor aan? We hebben een motor, een batterijhouder en twee batterijen. Allereerst plaatsen we de batterijen in de batterijhouder. Zorg ervoor dat je de plusbol van de batterij op de pluszijde van de batterijhouder aansluit. Zo. Aan de onderkant van de motor zitten twee metalen oogjes. We gaan nu de elektriciteitsdraadjes aan de motor bevestigen. Steek het metalen uiteinde door een oogje en wind het eromheen. De kleur van de draad maakt niet uit. Vouw het oogje vervolgens naar binnen om de draad op zijn plaats te houden. Sluit nu op dezelfde manier het tweede draadje aan op het andere oogje van de motor. Let op! Zodra het tweede elektriciteitsdraadje contact maakt met het oogje, zal de motor meteen beginnen te draaien. Door je vinger voorzichtig op de draaias te plaatsen, voel je de rotatie. Als de motor niet werkt, kan dat betekenen dat de batterijen leeg zijn of dat er een draadje los zit. En dat is het. Nu ben je klaar om de motor te gebruiken voor al je uitvindingen.